Dit knopje, dat is de choke. Dan moet je dan een paar keer heen en weer bewegen. Dat is voor de olie. En dan zit hier een pedaal ergens. Daar zit een pedaal, moet je die indrukken en dan start de motor zich. Ik ben Mats, ik ben 10 jaar, ik kom uit Borculo en dit is mijn broertje Jonas, die is 7 jaar, die komt ook uit Borculo. En dit is onze Dodge, dat is een legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog, gebouwd in Amerika. Omdat 75 jaar bevrijding was, zouden we heel veel bevrijdingsritten hebben, maar die gingen niet door. Dat kan dus ook. Dus nu gaan we soms wel een beetje rijden naar monumenten, leuke plekken. We staan bij een monument van een P-51 Mustang, een Amerikaanse jachtbommenwerper. Die dus is neergestort in de Tweede Wereldoorlog en die piloot die heeft het ook overleefd en ook de oorlog. In Normandië zijn we ook een keertje geweest. Dat stond helemaal vol met dit soort monumenten. Ik heb een keertje met papa en opa moesten wij daar achterin gaan slapen. En dat was nogal krap. Dat was met een rit van 75 jaar geleden van Market Garden. Dat was eerst vanuit België een plaats naar Schijndel. Daar hebben we toen één nacht geslapen en toen zijn we van Schijndel naar Nijmegen gereden. Omdat, om gewoon de geschiedenis te herdenken van de soldaten die dood zijn gegaan in de Tweede Wereldoorlog. Soms gaan we dan ook chocolaatjes gooien. Omdat toen de bevrijding was in 1945, dat toen ook de geallieerden ook soms chocola en andere dingen uitdeelden. En ja, dat vind ik wel leuk. We gaan niet aan de hele route gooien, gewoon soms een stukje. Gewoon 3 zakken ongeveer, dan heb je wel genoeg.